Ik ben klaar om naar het winkelcentrum te gaan. Hoe zie ik er eigenlijk uit? Perfect. Let's go. Oh, hey mam. Hey, lieverdo. Wat zie je er mooi uit. Dank je, mam. Heb je je afspraak met Lara niet vergeten, lieve schat? Nee, nee. Ik ga naar het winkelcentrum toe. Zal ik je brengen, lieverd? Mam. Ja, ik wil wel dat je me brengt, maar... hoe moet ik het zeggen? Je behandelt me als een klein kind, mama. En ik wil echt niet dat je me afzet en dat dan iedereen naar me zit te kijken. Ik ben 16, mam. 16. Niet 6. Ja, dat weet ik ook wel, lieverd, maar... ik vind het dan zo leuk om je te vertroetelen. Mam. 16. Niet 6. Oké, ik zal mijn best doen. Yay. Oké, op naar het winkelcentrum. Oh, mijn kind. Kom hier, lieve schat. Veel plezier. Mam. 16. Geen 6 meer. Oh ja. Tot ziens, lieverd. Ik zie je later wel weer. Kusjes. Wow, hey. Hey, Jessica. Wow, we hebben elkaar echt heel erg lang niet meer gezien. Nee, dus het is heel goed dat we nu het winkelcentrum heen gaan. Ik heb er zoveel zin in. En ik heb nodig een nieuwe bril nodig. Dan gaan we er toch een halen. Let's go. En we zijn binnen. Oh. Ja, eindelijk. Oh. Eindelijk even rust voor mijn moeder. Ja. Ik bedoel, ik ben 16 jaar en ze behandelt me als een klein kind. Ik word er zo gek van. Maar ze is wel super aardig. Ja, maar... ik hou ook wel van haar, maar... ze is zo vervelend. Goed dat we nu gaan shoppen. Yes! Oh, even zonder mijn moeder. Balen dat ik niks heb gevonden. Ja. Weet je wat? Mijn moeder zou hier al lang zijn. Maak je niet zo zorgen om je moeder. Je zei zo net zelf nog dat je haar niet mocht. Het mag haar wel, maar ze is gewoon zo irritant. Ja. Maar dat is dan toch goed dat ze wat later komt? Dan heb je minder gezeur om je kop heen. Ja, maar ze is nooit te laat. Oké, laten we naar je huis gaan. Goed. Ze is echt nergens. Kom op, het komt dus wel goed. Ja, maar... hoe langer je wegblijft, hoe ongerust ik er nog word. Ik weet dat ik zei dat mijn moeder irritant is en me behandelt als een klein kind. Maar wat als er iets ergs is gebeurd? Wat is
telefoon. Ja, hallo, met Jessica. Wat? Hoe gaat het nu met haar? Waar is ze nu? Wat is er aan de hand? Sst! Wat? Oké, ik kom meteen. Ja, oké, toch. Oh my god. Jessica, wat is er aan de hand? Mijn moeder heeft een ongeluk gehad. Wat? We moeten meteen gaan. We moeten meteen gaan. We moeten meteen gaan. Sst. Het komt wel goed. Het komt niet goed. Kom. Mam, mama, ik, dokter, wat is er gebeurd? Je moeder heeft een ernstig ongeluk gehad. Ik laat jullie wel even. Het komt wel goed. Hoe weet jij nog niet dat het goed komt? Omdat... Jake, dat was het zegt? Ja, Jake. De jongen die jij heel erg leuk vindt, hè? Nou, die Jake kan me op dit moment helemaal geen ene man moet schelen. Ik ga wel even met de dokter praten. Oké. Dokter? Ja. Komt alles wel goed met haar moeder? Dat weten we nog niet. Haar hartslag is niet zo heel goed en de verwondingen zijn heel slecht. En ja, als ze het overleeft, dan veroorzaakt het wel niet meer zelfstandig kunnen zijn. Dat kan ik er niet aan doen. Dat weet ik. Maar wat we kunnen blijven hopen is dat het goed komt. Het komt allemaal erg wel goed. Nee. Ik wil niet dat ze misschien wel zo terug gaan. Het spijt me zo dat ik irritant noem.